Stel je zit 7 dagen in Tokio en je werkt gemiddeld 23 uur per dag. Wat gebeurt er dan als de vermoeidheid inslaat? Dus wat ga ik doen vandaag? Ik ga werken in een meetcafé. Oh, dat kutknikje weer, sorry. En het toffe is natuurlijk, ik heb op dat festival echt wel een paar vrienden gevonden. Oké, rollen. Bitch. En tof. Maar ook via zijn weblog. Nick! Ik was er bijna. Ik ben op weg naar Space Shower TV. Ik deed zo. Je hebt nog geen woord gezegd. Kom op. Oké. Wacht. Vet gek. En omdat er maar 400 inwoners zijn, duurde het even voordat ik de eerste. En omdat. Dit gaat weer zo'n zinnetje worden. Nee. En dan stond er mijn vrienden. Een heleboel vrienden rijken. Nog een paar dagen te gaan en dan wordt de winnaar van Pick a New Address bekendgemaakt. Zijn we klaar? Ja! Sorry, pardon. Wat een vaagheid op een stokje zeg. Echt.